iedereen, welkom op deze vierde editie van de Huurmaat Bladder Cup. Ja, het geluid valt af en toe even een klein beetje weg. De vierde editie dus al, ja, drie winnaars is al gehad. Eenmaal de sleutels en twee keer VV Leiden. Nou, het zou misschien mooi zijn als er de vierde editie een nieuwe winnaar gaat komen. Maar er wordt, zoals altijd, denk ik weer flink gestreden. Allereerst een dankwoord ook aan Sporting Leiden dat we dat wederom hier mogen organiseren. En gelukkig eigenlijk ook nog op veld 1. Misschien had Sporting Leiden liever gehad dat het veld direct vernield zou gaan worden. Maar wij hebben het geluk dat we niet naar de zijkant mogen of moeten. Maar hier lekker voor de tribune mogen spelen. Waarin we hopelijk nog wat meer mensen gaan verwelkomen hier vandaag. In ieder geval ook een dank aan alle vrijwilligers van Sporting Leiden. En de medewerkers van Leiden Amateurvoetbal. En uiteraard de scheidsrechters die het vandaag allemaal weer in goede banen moeten gaan leiden. Heel mooi. Even een applausje. Dankjewel. Uiteraard ook dank aan onze sponsoren. De hoofdsponsor huurmaatriool.nl. En uiteraard Metselbedrijf. Metselbedrijf van Zwaan. Zwaan, die uiteraard ook dit seizoen weer actief zijn bij de Bladder Cup. Plus de menige subsponsoren die vandaag nog een aantal keren ook voorbij zullen komen. Waaronder ook op de website, waar we uiteraard een heel mooi verslag van gaan maken. En wat er allemaal weer is op terug te zien. Naast mij niemand minder dan Dick Barnhorn. Hè. Wie kent hem niet? Dick heeft toch even nog iets te delen met elkaar. Want we missen vandaag een heel bijzonder persoon. Ik geef het woord even aan Dick. Ja, goedemiddag allemaal. Dankjewel Remco. Ik wil heel even met jullie stilstaan. Bij het trieste nieuws wat we van de week gekregen en ontvangen hebben. Met het overlijden van Wally Gallard. Wie kan en wie kent Wally Gallard niet? Ik zou zeggen bijna iedereen. Alle voetballiefhebbers die hier staan kennen op zeker Wally Gallard. Ik ben hier nu ongeveer vanmiddag 1,5 uur. En hoeveel mensen er niet naar mij toe zijn gekomen van Dick, erg hè, van Wally. Heb je het ook gehoord? Ja, natuurlijk heb ik dat gehoord. Ik hoor het eigenlijk al op het allereerste moment. En toch wil ik graag met jullie voetbaldieren zoals jullie zijn. En dat was Wally Gallard, idem. Het was een voetbaldier tot in zijn vezels. Hij, bij vele verenigingen heeft hij zeg maar zijn steentje bijgedragen. Het zij als speler, het zij later als trainer. Ik dank jullie in ieder geval dat jullie eventjes de aandacht willen hebben voor mijn toespraak over Wally. Het is altijd emotioneel natuurlijk, maar we gaan het toch met z'n allen. En dat zou Wally gewild hebben. Hij was er vorig jaar nog bij trouwens. Dan gaan we er een fijne dag van maken. Maar alvorens, en dan wil ik even de scheidsrechters mededelen, dat als we gaan beginnen, straks bij de aftrap, dat we toch nog allemaal eventjes een moment stil te hebben bij de nagedachtenis van sportvriend Wally Gallard. Ik dank jullie wel.